Wil jij nog wat zeggen tegen de mensen thuis? Nou, ik wou de mensen thuis vooral hartelijk bedanken dat ze ons zo trouw volgen. Dat is wel echt grappig als je boven de 500 likes hebt, dat bedrijven dat ineens gaan vragen of je spullen wil. En daar zeggen wij geen nee tegen. Nee. Nee, we hebben nu dus deodorant gekregen en tandenborstels. Ik denk dat ze denken dat we smeerlappen zijn. Nou, en ik denk dat ze wel een beetje gelijk hebben. Kan wel. Kijk. Nou ja, mag je tanden wel even poetsen? Ik heb toch niet mijn tanden gepoetst? Nee! Heb je wel deo opgedaan? Net een ruik. Weet ik eigenlijk niet meer. Ja, dat ruikt wel fris. Oh ja. Dit is lekker in een potje. Zo, ik vind het niet. Het is wel. Zou dit dan ook beter zijn voor het milieu? Of alleen maar er beter uitzien dat het bruin is? Ik denk dat plakband nooit echt goed is voor het milieu. Oh, zweten is gezond, stinken is niet leuk. Hopelijk is dit jullie idee. Oh ja. Nou, dat is leuk. Doe dit nog een keer? Nee. Nog een keer wel. Lalalala. Ja. Wat heb jij? Neutraal. Oh ja, en ik lavendel. Maar weet jij eigenlijk precies waarom dit beter zou zijn dan een roller bijvoorbeeld? Nee, maar misschien staat het hierin. Volledig gemaakt van planten en zouten. Oh ja, misschien omdat er geen chemicaliën in zit of zo. Of misschien alcohol of zo, dat het zachter is aan je oksels. Daar staat er niks op. Dat zou ik wel leuk vinden als er nog wat meer informatie op zou staan waarom het zo goed is. Ja, maar het is sowieso vegan, dus dat is altijd beter. Wat ook wel chill is, is dat je ze gewoon lekker bij de app kan kopen. Zo, je wil wel wat goeds doen voor de wereld, maar niet te veel moeite. Hoor. Nee. Ik heb wel heel grote oksels, dus ik denk dat ik wel heel veel nodig heb. Jij hebt ook heel veel haar. Ik ook momenteel. Dus dan moet je wel goed het op de huid kunnen smeren, dat je niet van die klitten in je haar krijgt. Ja, we gaan het aankomende week testen, want Nienke en ik geven allebei sportles. Zou ik vertellen wat het is ook? Wat doe je eigenlijk, Nienke? Nog een keer. Wat doe je eigenlijk, Nienke? Ik geef een danscardio-programma. Het heet Shabam. Shabam? Shabam. Maar het is gewoon hysterisch bewegen op muziek. Dus dat past mij wel. Ja. En jij? Wat geef jij voor sportles eigenlijk? Ik geef yoga. Echt een hipster. Een enorme hipster. Ja. Ja. Ik ben mijn haar ook aan het laten groeien, zodat ik weer een knotje in kan. Ik ben benieuwd, ja. Nou, leuk. Nou, dus dat hadden we gekregen. Maar ook dit enorme pakket. Een doos met lucht. Met de tandenborstels erin. Oh, we kunnen stereo poetsen. Ja. En misschien kunnen ze het de volgende keer in een wat kleiner doosje opsturen. Een tip. Tip voor TP. TP. Heet het bedrijf zo? Ja. Oh ja. En dit is een nieuwe tandenborstel. Het is een Zweeds bedrijf en ze doen veel met duurzaamheid. Ja? Ja, ik had even gelezen op hun website. Oh, heel zacht is het. Oh ja. Wat is nou zo bijzonder aan deze tandenborstel? Nou? Oh. Ik lees het nu net pas. Het is een bio-based plastic op basis van suikerriet. 95% klummet. Natuurlijke productiecyclus. Ja, het is in Zweden. Daarom. Ja. Suikerriet groeit binnen 1 jaar. Verantwoorde arbeidsomstandigheden op plantages. Verwerking van suikerriet tot bio-based plastic. Mm. Oh, dat wordt ook gedaan in een ander land. En dan gaat het naar Zweden toe. Uh-huh. Dan wordt het geproduceerd. Met 100% groene energie. Ja. Hij moet wel gewoon bij het restafval. En dan wordt hij verbrand. En dan zeggen ze dat de
suikerrietplant weer allemaal CO2 opneemt. Suikerriet als grondstof voor het biobased plastic handvat van de tandenborstel neemt 95% CO2 uitstoot voor productie, transport en verbranding weer op. Dus als je suikerriet verbrandt, blijkbaar, dan stoot het minder CO2 uit dan dat het in zijn leven heeft opgenomen. Ja, dat zouden ze zeggen inderdaad, want het heeft ook nog de... De transport voor, ja. En bla bla bla. Hoe kan dat? Ja, hoe kan dat? Moet je horen. We doen dat door gebruik te maken van duurzame materialen, waardoor een 95% klimaatneutrale productlevenscyclus wordt gecreëerd. Hoe kan dat? Door het creëren van een duurzame en 95% klimaatneutrale productlevenscyclus. Het is niet per se een goede folder erbij. Nee. Maar misschien zijn we wel weer te kritisch. Ik denk het wel. Nou ja. We gaan het vragen, toch? Ja. Het ziet er wel meteen super groen uit. Is het misschien handig ook om mee te nemen naar een festival? Nou ja, we hebben ook onze elektrische tandenborstel overal. Ik ben ook benieuwd of ze ook opzetstukjes willen gaan maken hiervan. Hey, je hebt een kleinere. Ja. Nou, dat klopt precies. Nou, dat is niet waar, want mijn mond is groter. Ja. Ja. Ja, maar op zich naar een festival of zo is heel chill. Als je eventjes, het is wel ook droog. Waar ik nog eens van je afgooien, maakt toch geen reet uit. Nou, leuk. Ik vind het wel leuk als mensen vragen of ze dingen mogen opsturen. Dus Ben, of ken je iemand die ook graag iets wil opsturen en dan onze mening daarover wil hebben? Mag ook particulier. Ja, zeker. Heb je nog iets thuis liggen waarvan je denkt, nou, ik weet niet wat ik daarvan vind? Of een foto van iemand. Ja, vind ik het leuk? Vind ik het stoel? Vind ik hem lelijk? Ja, stuur hem op.